In twee andere filmpjes over de enkelvoudige en samengestelde zin en de verschillende soorten bijzin heb ik één soort bijzin niet behandeld. En dat is de bijvoeglijke bijzin. Deze bijzin is speciaal en daarom krijgt deze een eigen filmpje. Bijzonder, hè? Om een bijvoeglijke bijzin te herkennen, moet je weten wat een bijvoeglijke bepaling is. Een bijvoeglijke bepaling geeft meer informatie over het zelfstandig naamwoord of voornaamwoord. Dat kan bijvoorbeeld met bijvoeglijke en bezittelijke voornaamwoorden. Een bijvoeglijke bepaling is altijd deel van een ander zinsdeel. Bekijk dit zinnetje eens. De pasgeboren giraf kon meteen lopen. Hierbij is pasgeboren een bijvoeglijke bepaling. Het zegt namelijk iets over de giraf. Van dat ene woordje pasgeboren zou je ook een hele zin kunnen maken. Bijvoorbeeld, de giraf die pasgeboren was, kon meteen lopen. Hoe is deze voorbeeldzin nu opgebouwd? Er is één hoofdzin en dat is eigenlijk de hele zin. Maar je ziet dat er wel twee persoonsvormen zijn, dus hoe zit dat? Kon is de persoonsvorm en de giraf die pas geboren was, is het onderwerp. Je ziet dat in dit onderwerp een bijzin staat, namelijk die pas geboren was. Je ziet dat heel deze bijzin iets zegt over de giraf. Dit soort bijzinnen noemen we de bijvoeglijke bijzin. Een bijzin die iets zegt over het onderwerp van de zin. De bijvoeglijke bijzin is dus niets anders dan een bijvoeglijke bepaling met een persoonsvorm. Hoe vind je nu zo'n zin? Wat een hoofd- en bijzin is, weet je inmiddels al. Dat heb je namelijk in mijn vorige video's kunnen zien. Een bijvoeglijke bijzin is 1. Een bijzin. 2. Met een betrekkelijk voornaamwoord, zoals die, dat, wie, wat, waar of welke. En 3. Dat terugslaat op een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord. Herken jij de bijvoeglijke bijzinnen in de volgende voorbeelden? De man die daar loopt, koopt elke dag een krant. De hoofdzin is, de man koopt elke dag een krant. De bijzin is, die daar woont. Die daar woont zegt iets over het onderwerp, de man. Je ziet dat deze bijvoeglijke bijzin begint met het bezittelijk voornaamwoord, die. Gisteren vond ik het boek terug dat ik zo lang geleden ben kwijtgeraakt. De hoofdzin is, gisteren vond ik het boek terug. De bijzin is, dat ik zo lang geleden ben kwijtgeraakt. Deze bijzin zegt iets over het boek en dus hebben we te maken met een bijvoeglijke bijzin. Zie je het betrekkelijk voornaamwoord dat? Goed, deze drie filmpjes die allemaal over grammatica gingen zijn bij deze afgerond.